Hallo sterrenbeeld tweelingen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, voor de reacties en natuurlijk ook de mensen die gebruik hebben gemaakt van de actie, die nu nog steeds geldig is in mei. 30 minuten voor €25, een face-to-face reading of als je wat meer vragen hebt over je eigen leven, van hoe komt dit, hoe zit dit nu met de liefde, met het werk, noem maar op. Laat het me even weten via lartistic6924@gmail.com. En dan gaan we nu kijken naar sterrenbeeld tweelingen. Luchtteken tweeling, derde huis en wordt geregeerd door de planeet Mercurius. En we zullen even kijken wat het universum heeft voor sterrenbeeld tweelingen. Bekers aas tweelingen, wauw. Maar, de Two of Cups, wauw. De hoge priestress, wauw. Tweelingen, welke transformatie heb jij doorgemaakt? Oh, ik heb even een bolletje neergezet, omdat de kamer is zo verschrikkelijk weinig licht. Elke keer moet ik kijken, waar haal ik het licht vandaan? Ik heb al 4 lampen, maar het helpt niet. Tweelingen. Ja, ik hou even op over het geklets over mij. Maar dit is toch wel een enorme, wonderbaarlijk mooie shift voor jullie tweelingen. Wat heb je toch gedaan? Jij hebt je gericht op liefde, tweelingen. En zeker op self-love, tweelingen. Hoe je dat gedaan hebt, weet ik niet. Maar je hebt je gericht op self-love. En voorheen was het misschien dat je iets terug verwachtte als je die self-love toepaste. Zo van, ja, dan moet er wel een transitie tegenover staan. Als ik self-love toepas, dan wil ik ook resultaat zien natuurlijk. Maar het resultaat is, tweelingen, dat jij, omdat jij in die flow of love zit, omdat jij je richt echt op je eigen behoeftes, op je eigen wensen, op je eigen leven en dat je eigenlijk zoiets hebt van, nou, dat gaat eigenlijk best wel goed. Dat je daardoor ook uit die transactieverwachting komt. Van, oh, ik pas nu self-love toe, dus dan moet er iets tegenover staan. Maar omdat je dat los hebt gelaten, komt nu die Two of Cups. Trek jij nou je soulmate aan? En niet omdat er altijd iets tegenover staat van een directe transactie. Ik betaal €5 en ik krijg het al terug. Maar het is meer in de zin van, jij zit in een goede vibration. Jij zorgt dat je in een flow of love zit. En dan trek jij automatisch de Two of Cups aan. En daarbij hebben we de hoge priestress. Je luistert naar je intuïtie. Je luistert naar wat jij belangrijk vindt. Je luistert naar wat jouw behoeftes zijn. En je volgt je eigen intuïtie. En het universum beloont dat dubbel en dwars, tweelingen. Dus ik ben echt werkelijk verbijsterd over wat ik hier zie, tweelingen. Je hebt zo'n goede vibe ook voor andere mensen. Je helpt waar je kunt. Je hebt een goede vibe om je heen, tweelingen. Ik zou zeggen niks meer aan doen. We gaan even verder kijken. Want ja, wat ik ook wil zeggen, let it shine. Hè? Zet jezelf in de picture, kom tevoorschijn. Laat anderen ook genieten van jouw goede vibes. En verschuil je niet. Hè? Laat je zien, laat zien wie je bent, wat je te bieden hebt. En ja, als jij met jouw hoge vibratie van liefde tevoorschijn komt, ja, dan komt de rest ook. Maar niet omdat het altijd een gelijkwaardige transactie is, wat ik al nu voor de derde keer zeg, maar omdat jij dat hebt laten gaan juist. Je hebt het laten gaan. Je hebt niet meer van, ik moet het controleren. Ik moet er iets voor terugkrijgen. Ik verwacht dit, ik verwacht dat.
Nee, je hebt het helemaal zelf gedaan. Je hebt eigenlijk met deze hoge priestress heel veel werk aan jezelf verricht, tweelingen. En jij mag met recht trots zijn op jezelf. Ik vind het zo fantastisch hoe hard je gewerkt hebt, tweelingen. Echt waar. Dus de beloningen die komen nu natuurlijk, want het universum ziet wat jij gedaan hebt. En ja, het is wonderbaarlijk, tweelingen. We hebben toch heel vaak die codependency gehad, de devil-energie. Die zie ik op dit moment niet. Ik zie een tweeling die liefde is, die behulpzaam is, die anderen ook helpt, die loslaat, die in de flow zit, die ja, in de shine zit, zal ik maar zeggen. Dus tweelingen, ja, je hoeft niet meer naar mijn readingen te luisteren, want je bent al klaar, zie ik. Ja, loslaten van die devil-energie. Je hebt je die codependency waar je van weet, daar moet ik niet in gaan zitten, want dan word ik zelf helemaal naar. Want dan ga ik in mijn hoofd zitten. Die heb jij losgelaten. Dus hier ook de 9 van zwaarden. Recht op een bed zitten, piekeren, is lekker losgelaten. Dus tweelingen, echt waar, tot, voor jullie de beste reading tot nu toe. En nou, ik zou zeggen, ga zo door. En tot de volgende keer. En ja, anders zie ik je nog in een personal reading, mocht je dat toch nog willen, om wat persoonlijke dingen. En anders zie ik jullie bij de volgende video. Ga zo door, tweelingen. Doei, doei.